Hey guys, leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe video. Vandaag even een korte, we gaan deze voorzetwand betegelen met roze tegeltjes. Let's go! Revoir Party, Belgische tegels. Vrij dik, centimeter, lopen taps af, wat betekent dat er veel voeg in gaat. Aan de voorkant zie je er niks van, vrij strak. Toch een landelijk effect, heel anders dan de marmeren tegels wat we voor de rest bij de badkamer hebben. En deze gaan we verticale stroken plakken op de voorzetwand die we laatst gemaakt hebben. De tegels zijn 6,5 bij 25 in plaats van de 7,5 bij 30 wat ik eerder heb genoemd. Dus dat is even een kleine aanpassing. Oh. We zijn glansroze en we gaan ze nou weer aanplakken. Als eerste gaan we natuurlijk de wand even verdelen. Even kijken naar de hoogte. Denk ik dat we wel met een hele kunnen beginnen. Voor zo mooi. Nou, we krijgen een strookje onderaan. Moet ongeveer een centimeter of 5 af, dus dat gaan we doen. Hele bovenaan. En dan hier vanuit het hart van de voeg, hart van de kraan, uitloop van de kraan. Dat komt niet mooi uit met een strookje van een 1,5 centimeter. Doe het hart van de tegel, hart van de voeg. Dat even kijken. Denk ik dat komen we uit met 3,5. Ja. Centimeter eraf. Dat is goed. Dat gaan we doen. De geboren tegel. Oeh, die zit strak. Nou, dat kan mooi. Ik heb even een waterpaslijn getekend tot waar we gaan lijmen. Dan kan we hem even voor de helft in met lijm, omdat hier toch nog gewoon redelijk wat zaagwerk in zit. Dus maken we eerst de onderkant, maken we eerst de bovenkant en dan de onderkant. De voorzetwand is gereed. Prachtig geworden. Wat een mooi effect bij die andere roze tegels. Straks met de voeg erin zal het er nog iets meer doen laten uitspringen. Want hier wordt gevoegd met zilvergrijs. Waardoor de voeg iets witter wordt. De rest van de badkamer wordt ook gevoegd met zilvergrijs. Alleen nog even de vloer erin. En dan is die gereed. Zo guys, dat was hem weer voor deze week. Bedankt voor het kijken naar deze video over het betegelen van de voorzetwand met roze tegels. Door een beetje tijdgebrek ga ik gewoon de badkamer even afplakken en zie je volgende keer het totale resultaat. Nogmaals bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Adieu.